tijd waar je gewoon content mee genereert. En gaan zoeken. Maar allereerst wil ik voorstellen aan Simon. Hartelijk dank dat jullie vandaag aanwezig wil zijn. Hoeveelste wijkhub is dit nou in Rotterdam? Volgens mij ergens in 324, als ik het goed onthouden heb. Op het eind van het jaar moeten we er 39 hebben. Deze start met woensdagochtend open, dat is natuurlijk veel te weinig. Dat wordt meer op maandag en vrijdag. En het is een plek waar IJsselmondenaren gewoon zonder afspraak naartoe kunnen als ze vragen hebben over hun wijk. Dit is zeg maar, ik ben trainee bij de gemeente Rotterdam en ik had dus opdracht of een project had ik gekregen om de wijkhub in IJsselmonden op te starten. Dit is dus ook zeg maar na een half jaar, het heeft een half jaar ook geduurd om het voor elkaar te krijgen. Maar dat vond ik een mooie afsluiting zeg maar. Dus vandaar dat ik op de foto ter afsluiting vond ik wel leuk, een leuk idee. Schoon en veilig. Over aanvragen, over vuil op straat, maakt niet uit, energietoeslag. Hier komen mensen te zitten die vragen kunnen beantwoorden. Je hoeft geen afspraak te maken en je krijgt ook nog een bakje koffie. Komt-ie, 1, 2. Stelling op de plek die wij hier nu zien is vergelijkbaar met een fysieke 1410. Dus welkom bij de wijkhub van de Tuinenhoven. Bent u blij met de nieuwe wijkhub? Ja, ik ga wat zien wat ze gaat doen. Ja, ik ben benieuwd wat ze gaat doen voor de buurt. Want de buurt heeft het nu. Hallo hier. Je moet tegen Oompullen. Ja, tegenover horen, dat maakt niet uit. Nou, ik ben binnen de gemeentelijke organisatie verantwoordelijk voor de realisatie van die wijkhubs. Het is nummer 22, daar mogen we echt trots op zijn. Er komen 39 in Rotterdam, dus elke wijk krijgt een wijkhub. En het is prachtig om te zien dat het eigenlijk een ontmoetingsplek is voor heel veel partners van de gemeente. Maar mensen die eigenlijk betekenisvol zijn voor de wijk. Eigenlijk wat de bewoners in de wijk nodig hebben. En wat wij doen is eigenlijk op het gebied van jeugd, jongeren, ouderen, volwassenen een programma draaien voor al die doelgroepen. En wij zien ook de wijkhub hier in deze buurt een belangrijke plek. Waar wij ook met jongeren activiteiten gaan doen, programmeren in samenwerking met Cousina en de wijkhub. Ik zie dit gewoon een hele mooie plek waar mensen bij elkaar komen. En wij zijn daar een onderdeel van. En dit is een uniek concept hier in IJsselmonden, omdat je eigenlijk al een partner hebt. Hè? Met culinaire hoogstandjes. Die eigenlijk al die verbinding realiseert met de gemeente. Dus daar mogen we trots op zijn. Kijk, het is een afgelegen wijk ten opzichte van andere wijken. Dus het is nog meer belangrijk dat je eigenlijk dicht bij de bewoners als gemeente, als overheid moet komen. En met zo'n wijkhub hopen we dat wat sterker te doen. Dus nog meer dicht bij de bewoners.